Het binge vechten zal ik het Ilse tussen Jimpertoor en Pertoor van Nienke Sibrandi. Nou, binnen natuurlijk ik. Ja, dat is zo. Wij zijn heel erg onder elkaar en ja, dat is mooi, denk ik. Mooi keertsen ik. Ik denk goed keertsen. Ik denk op hoog niveau. Weinig boeten van beide kanten. Die zullen in de voorronde op van, nou ja, dan hebben zij meer boeten, maar dat hebben ze nu eens net. En dat maat ik net, want daar profiteren wij tevoren van. En zoals mom ik zei, als wij in het perk eerst een oorrond wat minder binnen, dan kan het nog net. Dus dat vreegde ik wat van je om dan op scherp te stingen. En dat jet dan niks zo. Ja, dus zo is dat heel mooi. Hoe doe je dat dan? Nou ja, een beetje gemietig worden, een beetje boos op jezelf worden en de bal pakken willen die echt matten. En ja, gewoon heel scherp wezen. Elke bal die maat 100% wezen, want anders dan win je het net. Je hebt hier wat een achterstand en je kroepen langzaam naar het patroon van Nienke Sibrandi Tak. Heb je het zo'n beetje omschreeuwen? Ja, wij starten nou ja, slecht. We pakken gewoon de eerste twee eerst net, ja, dan kom je 2-0 achter en wij weten wel van, nou ja, als je voorkomt, dan ren je er makkelijker doorheen. Maar als je achterkomt, dan rennen zij er makkelijker doorheen. Dus ja, we moesten onheer, ja, Kim. En we 2-2. En toen 2 eerst niet liggen zoals liggen en toen pakken we de kids net. En we 3-2 en dan werd we 3-3. Fjouw draai voor. Fjouw draai zoals liggen, een beetje een dubieuze bal. Met fjouw eerst klik, werd het fjouw voor. Vier klik. Ja, het om en om gebeurt het eigenlijk. Ja, zat het bij de man op een gegeven moment heel dicht bij elkaar? Zie je het, zit dit gewoon niet dicht bij elkaar? Ja, ik denk gewoon dat wij de beide patoeren maar kap en schouders bovenuit steken. En zijn andere patoeren heb je het al makkelijk om het samen te nemen. Met alle respect voor hun natuurlijk, maar we steken er gewoon het volle bovenuit. Ben dit wel de mooiste potjes van je? Ja, ik denk het wel. Juist wonen we dan 4-12 van hun en dan is het toch makkelijker. En nu is het 4 publiek en dan... is de voldoening groot en er zijn soort mensen om mijn kant. Ik denk dat je meer stoelen dan bij de mannen staan. En dat is dan mooi om te zien. Iedereen wil ik naar je zin, denk ik, naar zijn finale.